gezellig eten. Onder in het wiki. Goedemorgen, welkom in een nieuwe vlog van Timbar Kids. Hoe voel je? Ik keek net een heel spannend film. Van wat? Daar. De televisie? Ja. Ja, Elliot heeft er niet zo'n hele lekkere nacht op zitten, want hij is een beetje ziekjes. Gisteravond was hij heel erg warm. Vannacht was hij heel erg warm. Dus we hebben een setpil gegeven en die werkt al en lekker in bad heeft gewerkt. We gaan een beetje rustig aandoen en papa die had een goed idee. Die dacht misschien is het leuk om voor jou die bouldercar ook te regelen. Net als Fajana, die lag daar gisteren in. Dat we er ook zo eentje voor jou doen. Dan kun je daar lekker vandaag rustig in chillen. Is dat een goed idee? Oh, is dat een eentje? Of wil je op de grond zitten? Is misschien wel lekkerder, want dan kun je tegen, met je rug tegen de... Ja, met die andere zit je van 10 of 20 centimeter hoogte, zodat hij alsnog tegen de muur kan zitten. Oké, okay. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Nou, laten we eerst even lekker gaan eten en dan gaan we kijken. Ik krijg zelf ook een snotneus. Welke kar we gaan doen. Gaan we fruit even halen. Goedemorgen Oliver en Amy. Goedemorgen prinsesje. Van prinses Sia. Van prinses... Ja. Ja. Oh. Dit is echt weer mijn. Je merkt dat het een soort achtbaan voor met de kinderen. Nee, die ook het ook met de jongens. Maar ze vinden het helemaal leuk. Kijk dan. Ja. Hi Bomba. Hi Bomba. Zo klein. Boemer vindt jou heel lief. Ja, ze vindt hem heel interessant. Ja, mooi is het, hè, Fajana? Lekker zacht is Boemer. Jezus, op de foto zo goed. Wauw. Daar gaan we. Oh, oh, zo leuk. Dankjewel, Boemba. Ja, dag Boemba. Schattig. Zo leuk. Schat helemaal niet. Oh, Boemba gaat mee. Van ja, dan ging met Boemba op de foto. Zo leuk. Nee, dat net niet. Nee. Jij bijna in shock. Zwijg eens naar je. Wil jij naar Sviana? Oké. Zal ik anders lekker wat fruit voor jou gaan halen? Ja. Ja, ook een goede morgen natuurlijk. Oh, weet je het nu aan de ontbijttafel, ja? Papa, ik heb ook een goede morgen. Oh, je had een goede morgen gezegd. Nou, dan zeggen we gewoon, we gaan lekker eten. Ja. En wat gaan we eten vandaag, weet je het al? Fruit voor mij. Fruit. En wat gaat Fajana eigenlijk eten vandaag? Melk alleen. Melk? Melk uit de kokosnoot? Nou, we zitten hier lekker aan tafel bij, nou ja, je ziet het al, bij het restaurant. Plopsa. Plopsa Hotel Restaurant. Papa, of mama is eventjes met Amy en met Oliver. Eventjes wat eten aan het halen en wij zitten hier even lekker te wachten. En Elliot zei, ik wil even met Fajana lekker op schoot zitten. Dus hier is lekker even aan het chillen. En wat wil je straks als eerste doen in het park? Goeie vraag. Ik wil je in de K3 achtbaan? Nee. Wat dan? In de blauwe achtbaan. In die blauwe? Ja, die is nieuw gemaakt voor mij. Een beetje, hij was er altijd al wel, maar ze hebben voor mij een beetje vernieuwd. Dus we moeten maar straks even kijken. Eet smakelijk alvast wel. We gaan naar het park zo. Jongens? Ja? Ik heb de goede weg geweest. Heb je de goede weg gevonden? Ja. Oh. Ik vind het wel echt heel leuk bij jou. Altijd, hè? Echte vriendjes jullie. Oh, daar zo, ja. Leuk, daar zaten Elliot en papa vorige keer. En wij sliepen vannacht hier, onderin het witte gedeelte van het torentje. Superleuk. En toen had ik weer een stapelbed. En ik sliep weer boven. En toen het ochtend was, ging ik iedere keer... naar papa liggen. Hier bij papa liggen, wat leuk.
Heb je er zin in vandaag? Ja. Ik ook. Daar gaan we. Ja, heeft ook een ticket mee. Het is gemakkelijk als iedereen zijn eigen ticketje heeft. Mama, jij gaat ook. Ja, ik ga ook met jullie. Hallo, Vicky. Hallo, Vicky. Dat is leuk. Sorry. Yo, go boys. Draai maar om. Kijk, maak de meneer nog even een fotootje voor jullie. Komt-ie. Karretje gehaald. Gaan we eerst Mayaland in. Yeah.
Hij was hard, hè? En ik ben helemaal nat. Ja, kun je het zien? Natuurlijk kun je die zien. Oh, die is wel heel leuk, ja. Cool. Lekker beetje gemaakt. Chill bootje in. Is El binnen? Ja. Is het open? Nu van het heerlijke houten was. Hun eigen snoepje. Met centjes betaald. Zelfs wel, dus ik heb plezier. Lekker. Oui, merci. Merci. Lekker, jongens. Nou, zullen we maar eens even in de afdeling gaan? Amy Chilton. Met onze kleine prinses. Kun je me helpen? Ja, heel mooi. Heel mooi. Prinsessenbal. Nou, neem maar een paar likjes, jongens, dan gaan we de achtbaan in. Is die lekker? Ja, ik kan wel zien. Heel lekker. Nou, voel je al iets fitter? Ja, gelukkig. We ook in de gaten. Ja. Op naar de K3-achtbaan. Daar gaan we. In de K3-achtbaan. Woehoe!
Dat was wel cool. Je hoorde zoiets al bij de flesje. Daar moeten we heen. Nou, zien we toch nog die piraat. En weer een brokkenpap. Ga er maar op. Ja. Weer een oeh. High five. High five. Oh, een handje. Oeh, heel vriendelijk hoor. Kijk eens, Ellie, je mag de pollepel vasthouden van Berend. Dat is leuk. Nou, kom maar op de foto. Draai je maar om naar een foto? Nee, Piet niet. Ga er maar naast staan. Alle twee, hoi. Mooi lachen. 1, 2, 3. En dat doen we hier. Dankjewel. Dag Piet, dag Berend. Eeuw, met een snotneushand. Eeuw. In welk schip denk jij dat papa en Olly zitten? Hoe die heet? Gewoon Stienstruis. Stienstruis? Alle bootjes hebben namelijk een eigen piratennaam. Piet Piraat, Berend Brokkenpap, Stienstruis, Steven Stil. Even kijken in welk bootje zij naar beneden komen. Zullen dat ze zijn? De boot heet, ik denk Berend Brokkenpap. Ja, hij heet Berend Brokkenpap. Zo heet deze boot. Berend Brokkenpap! De boot! Hoe is het nog even dat gespeeld? Zie je? Zo flauw. Oh, zie je? Ja, ze gaan nu de laatste taxi trotsen. Wat wil je zien, Jannie? Zal ik met je helpen? Ja, dat kan niet. Maar je kunt wel sturen, jij. Ga maar sturen. Anders dat ook. Wow, Jannie! Dag grote deur, dag Plopsa. Ja, ik maak jullie veel groeten. Tot de volgende keer. En dag Steen. Dag Steen. Ja, jij bent een Wiki, Olly. Ja. En ben ik mijn Mindy? Nee, jij bent een Heidi, ben jij? Bijna. Ik ben wel een Wiki. Oh ja, een beetje Heidi. Bijna Heidi. Nou, dat was het voor vandaag, jongens. We gaan naar een hotel. Volgens mij is Elliot aardig opgeknapt na de medicatie, na de paracetamol. Dus we gaan even kijken of het vanavond en morgenochtend dan gaat lukken. Ik zou zeggen, voor je nou een leuke video doen, even duimpjes omhoog. En vergeet niet om te abonneren op ons kanaal. En dan zien we je morgen weer in een nieuwe vlog van Team Park Kids onderweg naar Spanje. Tot morgen.